Ja, geweldig. Dit is natuurlijk een hele eer voor mij. En zeker ook in dit mooie museum. Ik heb hier voor een show gehad in Venetië, wat een heel mooi, heel belangrijk klassiek gebouw was. En we zijn nu in een heel contemporary gebouw, zeg maar, met het mooie, met de wolk erbovenop. Dus dit is weer een mijlpaal in mijn carrière, moet ik zeggen. Ja, er staan er een aantal stukken in die je sowieso al hebt, die je ook hebt geëxposeerd in Venetië. Maar er zijn ook een aantal nieuwe stukken die je speciaal voor de fundatie hebt gemaakt, hè? Ja, eigenlijk de zaal waar we nu in staan, dat zijn de grote schilderijen, die noem ik Thought Paintings. Die heb ik specifiek gemaakt voor deze show. En het grote beeld wat achter mij staat, Leap of Faith, van de astronaut met het kruis op zijn rug. Die is echt dat noemen wij in de kunst, een site-specific work. Die is echt gemaakt voor deze zaal en voor deze tentoonstelling. Dat doe je niet alleen, dat doe je in de studio, hè? Ja, ik heb inmiddels, ik ben wel alleen begonnen moet ik zeggen, in een klein schuurtje. En er zijn eigenlijk steeds meer mensen bijgekomen. Te beginnen met mijn familie, die compleet onmisbaar is. En inmiddels zijn we met een groot team, bijna 25 man. En allemaal specialisten op een bepaald vakgebied. Dus wat bijzonder is, is dat ik een eigen bronsgieterij heb. En de bronzen beelden dus ook giet in mijn studio. En normaal wordt dat uitbesteed. Dus dan krijg je vanzelf al een groter team met specialisten eigenlijk. Mensen op de gieterij, de bronsgieterijafdeling, dus de ceramic shell procedure is geweldig. Maar vooral ook het slijpen en het lassen. Dus veel werken die op de show staan zijn hoogglans gepolijst brons. En dat zijn stukken waar tussen de 500 en de 700 uur ingaat alleen aan afwerking. Dus ik werk nauw samen met mijn team, iedere dag om te kijken, hey, daar heb je nog onzuiverheden, dat putje moet geboord worden, dichtgelast, geslepen worden. Het zijn enorm bewerkelijke stukken. En als je eigenlijk een show wilt organiseren zoals deze, waar tientallen werken staan, dan moet je wel bergen verzetten eigenlijk. Achter ieder stuk zit weer een ander stukje gedachtegoed. Alleen wat alles verbindt met elkaar is toch symbolisme. Dus je ziet heel veel symbolisme in de werken. En bij de ene is het wat zoeter en bij de andere is het heel heftig. Onderwerpen ook zoals seks en de dood en verleiding. En dat brengt het samen. En dat gaat ook mooi samen met de andere show die is van Werner Tübke. Waar je veel stukken met religie ziet. En dat is dan een beetje het overkoepelende thema van deze show. De expositie loopt van 28 januari tot 14 mei. Dus er is genoeg tijd voor iedereen om ernaar te kijken. Maar ook zeker kijk ik heel erg uit naar alle meningen over de show. Dus als mensen op social media mij willen laten weten wat ze ervan vinden, dan zou ik dat erg waarderen.